Als ik zeg vakantie, waaraan denkt u dan? De zon. Mooi weer, lekker eten en rust. Lekker weer, goed eten en een goede pot bier. Assen. Limburg. Limburg, ja. Heerlijk. Lekker niks doen. Genieten van de mooie natuur. Prachtige omgeving. Lekker fietsen. Wat willen mensen nog meer? Ja, en genieten van het thermaalbad. Lekker eten. Ja, een beetje bourgondisch leven. Dat is het wel zo'n beetje. Ja. Zon, water, hier aan de Maas. Aan het pontje. En aan het mooie weer. Gaan we fietsen. Ja, dan denken wij aan Helena Veen en Griensveen. En fietsen. En eten. Heerlijk en lekker eten. Zoals wij net hebben gedaan in dit Maashotel. In Gran Canaria. Ja. Gran Canaria. Ja, voor een lekkere vriend eten, een lekkere boel trekken. En zeker met zo'n weer. Maar we zien niet zo van die wegvakantievierders. Meer een beetje in de buurt. Vinden we wel lekker. Lekker rustig, niks doen. Niet aan het werk denken, maar lekker relaxen. En fietsen. Oh, en af en toe een keer lekker zwembadje in. En genieten van de natuur. Dan denk ik aan kermis en roken ze. Dat is mijn 2 weken vakantie in het jaar. En dan maak ik al een heel mooi feestje van. Amsterdam. Nijmegen. Schliefken. Alles mooi. Aan dit. Fietsen. Picknicken. En genieten. Nou, dan is het genieten in Limburg. Mooie fietsroutes hier zo en lekker eten. Fietsen, zo, pontjes mee. Pontjes, ook leuk. En de Limburgse vlaai niet te vergeten. Natuurlijk. De Limburgse vlaai. Oh ja, Limburgse vlaai, dat mag ook gezegd worden. Ja, ja, nou heerlijk. Zullen maar lekker genieten. Aan onze vakantie, ik met mijn vrouw zijn in juni Noord-Duitsland geweest. Een week, dat was een lekkere vakantie aan de Rijn. Ik heb de ganze vakantie, zomervakantie gewerkt en nu voor een paar dagen. Dus begin september gaan we nog 2 weken in Hongarije. Dus dat is mijn vakantie. Ja, mooi weer natuurlijk. Lekker terrasje pikken. Ja, en net als we hebben nou vakantie, dus het is lekker Broekhuizer kermis en... Ja, kijk eens wat een weer. Ja, en zon. Zon en vrije tijd, hè? Ja, ik ga nooit op vakantie. Ik heb een maand en ik heb er niks in. Dus. Oh, dan denken we aan de eerste plaats genieten natuurlijk. En de tweede plaats is iets zien. Iets meemaken. En ja... Bijvoorbeeld, nu zijn we met vakantie, nu ben ik hier met een paar vrienden op fietstocht hier, in voornamelijk in Duitsland en hier. Voilà, dat is het. Genieten. Nou, in Italië. De Maas. Broekhuizen. Dat was het.